Naast de ontwikkeling van machines naar een accu-variant, kiest Vestool ook voor een powerstation. Maar waarom? En wat kun je daar nou eigenlijk mee? Het is overduidelijk dat de wereld van power tools overstapt op accu's. Dat zie je eigenlijk bij heel veel elektrische apparaten. Helemaal zonder stopcontact kunnen we helaas nog niet. Bijvoorbeeld voor wat zwaardere machines die veel stroom gebruiken of lange tijd achter elkaar aanstaan, de zogenaamde lange inschakeltijd. Daarvoor zijn we nog steeds aangewezen op 230 volt uit de muur of zoals op de bouw de bekende paddenstoel. We krijgen vaak de vraag, is er al een Rotex op accu? Technisch natuurlijk best mogelijk met bijvoorbeeld de Ergo-accu, maar hoe lang zal dat werken? Voor dit verbruik heb je eigenlijk twee 5.2 accu's nodig. Maar ja, dat ziet er natuurlijk niet uit en werkt erg onpraktisch. Bovendien heb je voor deze machine echt wel een stofzuiger nodig. Ook een goede vraag, een echte zware bouwstofzuiger op accu. Of een zware mengmachine. Of wat van een betonmolen op accu. Of misschien wel een hoge drukreiniger. Gemiddeld heeft de vakman ongeveer de helft van zijn machines inmiddels op accu en de andere helft is nog op stroom. We gaan, of we willen in ieder geval, wel met z'n allen op naar die accu-machines. Dat is wel duidelijk. Maar ja, al je bestaande machines vervangen voor accu-machines, dat is best een kostbare zaak. En soms, technisch of economisch, onmogelijk of niet zo heel zinnig. Hoe mooi zou het dan zijn als je altijd deze bij je had. Altijd voldoende power. Werken waar je maar wilt, wanneer je maar wilt, met wat je maar wilt. Hij kan nog net niet in je kontzak, maar het scheelt niet veel. Met de Vestool Powerstation maak je van elke machine een accu-machine. Met een SIS Powerstation ben je in één klap 100% onafhankelijk. Wat kun je dan verwachten van dit mobiele stopcontact? Je kunt de Powerstation belasten tot 3680 watt. Is dat veel? En hoeveel is dat dan? De welbekende TS55 van 1200 watt. En een bouwstofzuiger, ook van 1200 watt. Geen enkel probleem voor de SIS Powerstation. Maar hoe zit het dan met inschakelpieken? Zware machines staan erom bekend een extreem hoge inschakelstroom te vragen. Vestool machines hebben allemaal een zogeheten aanloopstroombegrenzer. Daar zal je dat probleem niet zo 1, 2, 3 hebben. Onze allergrootste zaag, 132 mm... 2300 watt plus 1200 watt van de stofzuiger is 3500 watt, bijna het maximum, geen probleem. Maar de Powerstation is natuurlijk voor alle 230 volt machines. Nou, ook geen probleem, hij kan maximaal 11.000 watt aan piekstroom makkelijk hebben. Die twee eigenschappen, 3680 watt continu stroom kunnen leveren en 11.000 watt piekstroom kunnen hebben, maken de Powerstation absoluut uniek. Maar hoe lang gaat deze energiebron dan mee? Want ook hier hangt natuurlijk een klokje aan. De SIS Powerstation heeft 1500 wattuur aan energie. En ook hier geldt, wat is het verbruik? Oftewel, hoeveel vermogen vraag ik van die accu? En wat is de inschakeltijd? Laten we naar een paar praktijkvoorbeelden kijken. Nou, je zou bijvoorbeeld 20 van deze 5.2 ampère uur accu's volledig vol kunnen laden. Dat is genoeg voor 15 weken schroef- en boorplezier. Maar je kunt ook 16 uur onafgebroken een hele verdieping verlichten. Maar je hebt ook genoeg energie om bijvoorbeeld 50 flinke uitsparingen in een 40 mm dik werkblad te maken. Met de TS55 en de hoekjes daarna met de decoupeerzaag. Ofwel 3000 keer een 2 en 4 afkorten met de mobiele afkortzaag. Of ruim 250 keer je pakket afkorten met stofzuiger. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld lasapparaten. Dan kun je ongeveer 80 elektrodes verbruiken. Of neem een hoge drukreiniger. Voldoende energie voor een terras van 10 bij 5 meter. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een betonmolen aansluiten. Je kunt ongeveer 4 tot 5000 kilo beton mengen met één lading. Kortom, je kunt met de Powerstation meestal gewoon een hele dag werken op één lading. Je kunt de Powerstation overigens zonder problemen buiten gebruiken. Hij kan prima tegen een buitje. Hij is heel robuust. Actie.
Zelfs al sta je helemaal in het veld waar je natuurlijk nooit zo makkelijk stroom kunt krijgen. Ja, misschien met een aggregaat, maar die staat vaak heel lang te draaien zonder dat die nodig is. Is een powerstation ideaal voor het boren van gaten in bijvoorbeeld betonnen leidingen. Piet, ga je gang. We zijn te gast op een renovatieproject bij de firma Willems. En er wordt in zo'n woning natuurlijk veel gesloopt en gedaan. En ja, daar hebben we stroom voor nodig. Maar Marco, er staat geen stroom op dit stopcontact. Nee, klopt. De elektricien is bezig om de broekelkast te vervangen. We moeten voor alle woningen doen. En dat is maar heel kort de tijd in de week. Dus vandaar dat we eigenlijk zoeken naar een oplossing. Want naar de buren lopen, dat gaat niet. Die is er niet altijd? Nee, en je kan ook niet bij de buren aankloppen voor joh, mag ik een beetje stroom voor de buren? Nou, en dan is een powerstation op zo'n locatie natuurlijk fantastisch om waar je wilt, wanneer je wilt, met welke machine je ook maar wilt, stroom te hebben. Nou kun je natuurlijk vaak stroom wel even bij de buren halen, maar als de buren niet thuis zijn, ja, dan kost dat natuurlijk wat meer tijd. Dan moet ik naar boven, lange snoer, en dat 144 keer kost best veel tijd. Je kunt dus op elke willekeurige plek de powerstation gebruiken om een elektrische machine van stroom te voorzien. Zit je nou op een plek waarvan je denkt, hey jongens, 230 volt, ik loop hier misschien gevaar. De powerstation is voorzien van een zogenaamde PRCD. Die beveiligt jou, want je hebt natuurlijk geen aarde met zo'n apparaat. Terwijl we hier aan het zagen zijn, zien we natuurlijk ook heel veel stof. De oplossing daarvoor is natuurlijk de stofzuiger. Die hebben we nu aangesloten op de powerstation. De cirkelzaag gaan we nu aansluiten op de stofzuiger, zoals we dat eigenlijk wel gewend zijn. Maar omdat dit een tweede machine is, hebben we voor die tweede machine een eigen beveiliging nodig. En die steken we dan in de stofzuiger. Deze tweede PRCD zorgt ervoor, als er iets met dit snoer gebeurt, dat stroom niet via mij wegloopt naar aarde, maar dat de dingen detecteert en afslaat voor mijn veiligheid. Als je nou klaar bent met je klus en je gaat de powerstation in de auto doen en je gaat hem vervoeren, dan is het belangrijk dat je de hoofdschakelaar omhaalt. Dan zijn de cellen hierin losgekoppeld van elkaar en dan heb je dus minder vermogen en dan mag je probleemloos vervoeren. Nou hebben we gezien dat de powerstation prima te gebruiken is met zware bouwapparatuur en al dat soort machinerie. Maar uiteraard is de powerstation ook geschikt voor gevoelige apparatuur zoals videoapparatuur of audioapparaten, computers. Daar heb je namelijk een ware sinus voor nodig. En dat geeft de powerstation. Zijn er nou alleen positieve kanten? Eigenlijk wel. Maar er zijn natuurlijk altijd wel een paar dingen waar je op moet letten. Sluit je een machine direct op de powerstation aan, dan is die beveiligd tegen lekken. Als je meer machines wilt aansluiten, bijvoorbeeld via een kabelhaspel, gebruik dan voor elke extra machine een zogenaamde PRCD. Dan is die machine en zijn kabel ook beveiligd tegen gevaarlijke lekken. De TKS-80 gebruikt aarde voor twee verschillende zaken. Ten eerste natuurlijk jouw veiligheid tegen elektrische schokken, zoals dat bij elke andere machine is. En dat is geregeld in de powerstation. Tegelijkertijd gebruikt de TKS-80 aarde voor de unieke solstoptechnologie. Maar omdat de powerstation geen meterslange aardpen in de grond heeft zitten, kun je die daar dus niet voor gebruiken. Dit is de enige vestoelmachine die je niet kunt gebruiken met de powerstation. Sluit je een stofzuiger aan op de powerstation, gebruik dan altijd de groene antistatische slang. Kortom, de powerstation is super compact en mobiel. Alles wat 230 volt nodig heeft, kun je erop aansluiten. Hij is ook hartstikke robuust. Je kunt hem prima buiten gebruiken. Een buitje is nooit een probleem en je kunt hem zwaar belasten. Je hebt geen tijdsverlies met het uitrollen en later weer inrollen van al je kabelhaspels. Je hebt geen last van diesel of benzinestank. Dat is veel prettiger werken voor jou, maar ook voor de mensen om je heen. Dat geeft jouw bedrijf een duurzaam aanzien. En je werkt mee aan emissieloos bouwen. Met Vestool Service heb je 3 jaar lang geen kosten voor eventuele reparaties.
En je hebt ook 3 jaar lang bescherming tegen diefstal. Vergeet hem vooral niet zelf te registreren met je eigen MyFestool-account. Vergeet vooral onze video niet te liken. Abonneer je op ons kanaal, dan houden wij je op de hoogte van allerlei noviteiten.